ben je aan het doen? Kleding aan het uitzoeken. Weer, nog steeds. En waarom viel je ook op deze? Ja, juist omdat je in eerste instantie misschien denkt, wat moet je ermee? Wat is het? Misschien vind je het wel verschrikkelijk, maar ik hou wel van een beetje verschrikkelijk en een beetje fout. Als ik hier dus één keer in de maand advies geef aan mensen, is het juist leuk om iets te pakken wat in eerste instantie niet zo opvalt. Want jij krijgt hier één keer in de maand advies bij? Ja, aan mensen die het misschien lastig vinden of om een bruiloft hebben en zeggen, nou, ik kom voor een jurk of ik heb een feestje en ik heb een jurk en het moet even niet te duur zijn, want het is maar eenmalig. Dan vind ik het juist leuk om te laten zien, nou, dit jurkje kan voor dat feestje, maar als je dit erbij doet, dat tasje erbij draagt, heb je thuis nog een spijkerjasje of een sneaker of iets om het te combineren. Ja, dan heb je eigenlijk iets gekocht wat je voor weinig geld en dus vaker kunt dragen. Ja, daar word ik zelf heel blij van, natuurlijk delen. Ook een cool brilletje. Zo, maar het is er een op sterkte. Ik ken mensen die naar de winkel gaan en zeggen, doe maar pop 3, maat 40. Lekker safe, weet je al, die mevrouw van de winkel heeft gedaan. Zal goed zijn, loopt niet verschut. Dus hier is het ook wel een beetje safe, maar daardoor kun je ook wel lekker combineren door overal maar iets vandaan te plukken. Dat vind ik zelf redelijk saai, of het algemeen zo. Ook heel veilig natuurlijk. Kijk, hier houdt iedereen denk ik dan wel van, kan altijd wel. Stippeltje, zwart, wit, redelijk safe toch? Maar ja, als ik één ding erbij bedenk, dan bedenk ik er meer dingen bij. Dus dit is voor mij al niet genoeg. Nou, ik heb hier wat dingen opgehangen, misschien wil je het zien. Kijk, dat simpele jurkje eigenlijk. Je kunt er heel veel kleur aanbrengen door een gekke ketting of meerdere kettingen natuurlijk. Kun je nog een jasje bij aantrekken? Of niet? Oh ja, en dan had ik nog een gekke riem gevonden. Zal ik die er nog even bij doen? Zo, ja, dat is toch lekker fout. En dan met die schoentjes erbij. Maar ik kan ook gewoon weer voor een wit riempje kiezen. Er is niks mis mee dat ik nou alles gek wil. Ja, dat is zo. Ik ga hem even terughangen. Maar gewoon maar lekker doen. Zonder te veel te denken wat je buurvrouw er misschien van vindt.